tentaartje. Dus door, hè. Wat zouden jullie dan doen? Goedemorgen. Het is 7:55. Dat is niet mijn normale doen, hè. Ik ben kei moe. Celine en ik gaan vandaag op collectie. Dus we moeten vroeg vertrekken. Allee, vroeg om 9 uur. Ik ben wraps aan het maken. Rode bieten wraps. Sam is om een of andere reden zijn schoenen aan het poetsen om 8 uur. Echt wel, hè? Ja. En dan moet hij om 8 uur 's ochtends. Ja. Oké. Ik ben ook nog een vlog aan het uploaden en de thumbnail aan het editen. Dat moet ook gebeuren. En dan ga ik zelfs vertrekken. Ik hoef mij alleen even een beetje te schminken nog. En me aan te kleden. Mijn haar is nog best stijl. Oh! Wrap nummer 2 is klaar. Dus ik heb rode bieten wraps. Ik heb de rode bieten, de wortel en de groene, maar ik weet niet welke dat is, van de Albert Heijn. Spinazie, denk ik. Ja, zo zien die eruit. En dat is echt zo heel natuurlijk, zonder suiker, zonder gluten, zonder lactose. Dus I like it. Ik doe er dan deze kaas op, de lactosevrije kaas. Deze. Van de Albert Heijn. Kunnen we sla, botersla noemt het. Voilà. Slaatje. Check. Dan doe ik komkommer erop. Ziet het er zo uit. En nu ga ik nog op de randjes hummus pompoen smeren. Die ziet er zo uit. Zodat die goed toe blijft plakken. Hè. Hier smeer ik hummus pompoen. Dan kan ik die goed toe plakken. Hè. Wat ga je eens laten zien hoe ik ze toe plak? Thanks, hè. Alsjeblieft. Dus, dan doe ik dit zo. Hè. Dit naar binnen. En omdat daar iets gesmeerd is, blijft dat goed plakken. Ja. Oei. Dat is een tortilla. Ja, is dat. Hoe ga je die nu plooien? Dat is een tortilla. Oh, wat is dan een wrap? Of wat wil ik maken? Wraps. Ja. Burritos. Buh. Ja, maakt me niet uit. Tortillas is ook goed. Als het tortilla is, dan ben ik ook content. Maakt me niet uit. Ik ben op mijn vorige wrap het belangrijkste vergeten. Koriander. Mijn favorietje. Hè. Mijn ontbijt is ook heel lekker. Ja, het ruikt lekker. Maar dat ziet er vies uit. Ja, Thalisa vindt er vies uit. Ik vind dat ook vies. Ik eet dat niet graag. Het is havermout en ik heb er honing onder gedaan en een beetje kaneel opgestrooid. Als ik het heb, dan doe ik er soms ook nog zo'n proteïnepoeder rond, dan heb ik het niet meer. Dus ja. Ja, dat gaat niet. Nee. Ik heb liever hartige ontbijtjes, hè. As you can see. Mm. Ik heb liever ei of wraps of... Ja, en het weekend ik ook, maar... En groenten eet ik ook heel graag 's ochtends. Door de week moet het snel gaan, hè. Ja, maar dit is toch ook snel? Ja, oké, nee, ik ben wel een kwartier bezig eigenlijk. Ik moet doordoen. Ai, ai, ai! Doe eens door, hè. Ja, ik weet het, sorry. Ik heb stoppen met Celine, we stoppen met dus. We zijn in de IKEA. En we gaan binnen shoppen. Ja. Voordat we gaan shoppen. Allee, shoppen voor jullie, hè. Ja. Dit is mijn eten, zalm met groenten en Celine heeft balkjes, kip of gewoon met bulgur en groenten ook. En een tentaartje. Yummy! We zijn bevroren. Het is echt ijskoud. But we did it, hè. We hebben alles voor een nieuwe collectie. Allee, toch veel. Niet alles, maar... We willen heel soms weer tonnen vallen. En nu eten we bobben. Bobben? Bobbunneke? Bobbunneke? Kijk, lekker. Vind ik. En Celine. Ja? Oh. Is het oké?
Okay. Justin, we have a problem, hè? Oh, nu dat ik erover praat, moet ik nog verder, hè? Ja, maar je zei het al de hele tijd aan het zeggen. Ik moet pipi doen. Oké, ik zal alleen praten dan. We staan in de file. Het is hier echt pot toe. Hoe lang staan we al stil? Toch al zeker 10 minuten, denk ik. Dus het gaat echt gewoon niet vooruit. En Céline moet heel dringend pipi doen. Ik moet ook wel, maar dat komt omdat Céline er heel de tijd over praat. Ja, we weten niet wat we moeten doen, hè. We kunnen hier geen pipi doen, hè. Wat zouden jullie doen in deze situatie? Laat het weten in de comments. Ja, maar dat is toch serieus? Zo'n situatie. Dat kan toch altijd gebeuren? Dus wat zouden we dan doen? We kunnen dus wel in de middenberm gaan, daar. Dat is niet, maar dat is misschien wel gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Want stel als er een auto ineens uit glijdt, dan gaat die zo... En dan zit je wel dood. Zo is dat. We kunnen ook wel aan die kant, denk ik. Want dat is drie rijen hiernaast. Niet doen. Kunnen we ook in de bosjes gaan. Maar stel nu eens dat je echt, echt niet kunt houden. Wat zouden jullie dan doen? En we hebben geen potjes in de auto. Panikeren. We hebben twee flessen water in de auto. Panikeren. Ja, als het echt niet meer gaat, dan zou ik wel gaan, ja. Er is geen andere optie dan. Dan moet je niet zo dringend nu. Jawel. Moet je ook niet zagen. Jawel, ik moet simpel kijken. Goed nieuws, hè. We hebben een wc. En het stinkt hier zo hard. Oh, godver. Eeuw, daar ga ik niet, hè. Ik ben terug thuis. Zoals jullie kunnen zien. Ik ook. I am tired as poop. Oh, ik ben zo moe. Echt heel moe. Het was wel een heel vermoeiende dag. Zo'n collectie gaan kopen. Het is niet te onderschatten, Zala. Het is vermoeiend. Dus ik ga gewoon... Ja, ik hoop het, hè. Ik hoop dat zij het ook allemaal mooi gaan vinden. Ik vind het mooi natuurlijk, maar... We zullen zien. Ik ga gewoon echt rechtstreeks mijn bed in. Het is 11:15. We zijn ook nog een half uur bij Céline blijven hangen. Want meneer was bij Nick. Waar jullie aan toen film aan het kijken. Ja. En? Eerst werken, dan film kijken. Eerst werken. En jullie hadden ook nog een meeting zeker. Allee, afspraak. Ja. Met Karen. Liefste Karen. Ga je slapen, hè, mannetjes. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Ik denk eigenlijk niet dat ik heel veel heb gefilmd. Uiteindelijk hebben we trouwens ook nog een toilet gevonden. Maar ik weet niet of ik dat nog heb gefilmd of niet. Zo gaar ben ik dus. Maar oké. Slaap wel iedereen. Oh, het is trouwens 2 dagen tot mijn verjaardag. En als deze vlog online komt, dan is het de dag na mijn verjaardag, denk ik. Ja? Ja. Ik denk dat deze vlog zaterdag komt. Dan is de dag na mijn verjaardag. Dan ben ik officieel 27. Oude doos, 27. Oh, dat was echt oud, 27. 27 is echt al oud, vind ik, voor mezelf. Ik voel me niet 27. Ja. Ik voel me 21 of zo. Ja, nee, dat is maar een getallig. Het is dat. Alhoewel, ik merk dat wel. En hoe moe ik word na vermoeiende dagen. Duidelijk 27. Ik word ouder. Maar oké. Wij gaan de vlog afsluiten. En wij zien jullie... Morgen!